lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik heb bij de Wibra gekeken. Nou, wol zat, maar geen kanariegeel. Ik heb er een filmpje van gemaakt en die me naar de hoofd gestuurd. Van zoek het maar uit, allerlei kleuren, maar geen kanariegeel. Maar wel ook geel met een glittertje er doorheen. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik heb bij de Wibra gekeken. Nou, wol zat, maar geen kanariegeel, want ik heb er een filmpje van gemaakt en die me naar de WAP gestuurd. Van zoek het maar uit, allerlei kleuren, maar geen kanariegeel, maar wel ook geel met een glittertje erdoorheen. Maar ik kreeg geen gehoor, ik had er ook al gebeld, nee, niks. Nou ja, weg dan. Ik denk, dan ga ik mijn eigen boodschappen doen. Maar ja, nou moet ik ook Karin nog bellen, want die belde me al in de winkel op. Ik denk, ja, ik kan nou niet. Dus ja, dan moet ik die ook nog bellen. En de boodschappen die zijn binnen, ja. Dit heb ik voor Karin en Roderick onder andere gekocht. Nou, toch leuk. Oh, dat is gevallen. Oh, bliksem. Ik heb al lekker slaatje gekocht voor mezelf. Ga ik zo lekker oppeuzelen. Nou, en dan Karin die wou voor bij de koffie dit hebben. Nou, dan heeft ze dat. Nou, en ik ga soepje maken. Ja, heb ik zin in. Dus het komt allemaal goed. En ik ga ervan genieten. En ik ga zo meteen Karin even bellen, maar ik ga eerst een bakje koffie maken. Daar ben ik wel weer aan toe. Ja, echt wel. Jazeker. Waar is mijn telefoon? Die ligt op het bureau, geloof ik. Of die zit nog in mijn... Ja, die zit nog in mijn hoesje. Die moet ik even halen. Ja, die moet ik even halen. Nou, ik zou zeggen tot later. Doei! Nou, heb ik toch een miskoop gedaan. Dat zijn die rijstwafels met chocola voor Karin. Ze mag het niet eens hebben, ja, weet ik veel. Het is namelijk melkchocolade, dus er zit melk in en dat mag ze niet hebben. En ze mag ook geen light hebben. Oké, ik geef het wel aan Ruud, die gaat mijn tuin opknappen. Dan heb ik toch een aardigheidje voor hem. Ja toch? Simpel. Ik heb wel, even van de weg zetten jullie. Ik heb 2 maal. Voor Karin en Roderick eierdopjes gekocht. Dus dat is 8 keer. 4 en 4 is 8. En een doosje met chocolaatjes. Die heb ik ook voor mezelf gekocht. En omdat ik ook haarlak voor hobby spullen gebruik, heb ik dus nog weer even een bus haarlak voor mezelf bijgekocht. Nou, ik heb dus voor mezelf een doos chocolaatjes en een pot koffie nog. Dus ja, komt allemaal goed. Hoe laat ze morgen komen, weet ik ze niet. Want morgen komen Karin en Roderick dus. En er zijn dus al een aantal winkels open. In Den Haag ook alweer. Dus wat willen we nog meer? Het gaat allemaal helemaal goed wat dat er gaat. Ja. Ook hoor ik niemand hoesten of niezen of proesten. Wel ben ik weer kwaad geweest op 2 personen. Maar 1, daar dacht ik niet zoveel tegen te doen, want dat was een klerenkast. En die andere persoon, dat was in de winkel zelf. Ik zeg, hallo, ik zeg, dit is geen 1,5 meter, hè? Ik zeg, je loopt pal langs me heen. Niet horen. Bleek het dat het een buitenlander was en dat hij me niet verstond. Maar hij sprak zijn eigen taal en ja, dat kon ik weer niet verstaan, want het was geen Engels, wat het wel was. I don't know, ik niet weten. En die andere man, die klerenkast, die stond in het voorhalletje, waar je handen ook moet schoonmaken. Nou, hij deed dat helemaal niet en hij liep langs, iedereen liep die langs. Hij botste zelfs tegen personen aan. Nou, hallo, word blij dat ik hem niet in de winkel had getroffen. Dan al enig in het voorhalletje. En daar liep hij ook al tegen iemand op. Ik was blij dat ik eruit was, dus ik denk bekijk het, maar dat moet ik niet hebben. Weg. Nou, Rijka die verbinding ligt op de bank. Die heb een hele tijd in het zonnetje gelegen. Ik heb er een foto van gemaakt. Die had ik even gestuurd naar Karin en Roderick, maar die plant ik wel, denk ik, als ik het niet vergeet, in dit filmpje. Ja, lag ze lekker in het zonnetje in de tuin. Heerlijk beestje. Maar oké, ik ga weer verder, want ik moet de troep even opruimen. Onder andere eventjes die spulletjes voor Karin en Roderick in een tas doen. Dan van dat een tafel. Dan hoeft het niet op tafel te blijven leggen. En dan hang ik dan hier al aan die haak achter me. Ja, die kunnen jullie zien. Hier is die. Ik kan niet hoger. Die. Ja. Die haak, daar hang ik het even aan op. En dan verder de troep even opruimen. En ik ga soep maken. Groentesoep. Ik heb enkeld een soepje, dat heb ik nog nooit klaargemaakt op die manier. Dat met zo'n doosje. Ja. Soeppakket voor de groenten. En een blikje met balletjes, want je ziet mij geen balletjes draaien. En ook geen gehaktballen voor bij het eten, want daar heb ik te veel ringen voor om. Ja, dat ga ik echt niet afdoen. Nee. Bekijk het maar. Dat doen we niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder. En op Facebook hebben we dus een nieuwe groep. En die heet Zorg voor de Zorg, Care for Care. Oftewel, zorgen. Wij met z'n allen moeten zorgen voor de zorg. Die in bejaardentehuizen werken, verzorgingstehuizen werken, ziekenhuizen werken. Politie is ook zorg, want die zorgt voor ons. He, dat alles toch goed blijft doordraaien. En die willen wij in het zonnetje gaan zetten. Met een levensbehoeding, hoe zeg je dat? Een levensbehoedend pakket, hoe zeg je dat nou? Nou ja, met wat eten erin wat houdbaar is. Zoals blikken, closetpapier, ja, noem maar op wat houdbaar is. Hè, brood die je afpakken moet of zoiets, of wat dan ook. Dat willen wij inpakken in een doos en dat dan naar een zorginstantie bellen. Van, nou, we hebben een pakket voor de zorg, niet voor het bejaarden, maar voor de zorg dit keer. Omdat het die in het zonnetje gezet moet worden. Dus doe met z'n allen mee en word lid van Zorg voor de Zorg, Care for Care. Kom erbij en help ons. Samen staan we sterk. Samen moeten we er doorheen. Het is niet een site, een groep om plaatjes te plaatsen en leuke babbeltjes te maken. Nee, help elkaar. Doe het bij jou in je dorp of bij jou in de stad of waar dan ook. Help elkaar, help ons, help de zorg. Wie doet er mee? Kom erbij. Kom op, gezellig, samen doen. Ik zie jullie daar. Ik voeg jullie wat toe. Dus wees zo lief en kom. Ja, help. Zo zijn wij samen sterk. Dat ik zou zeggen, tot daar. Tot in die leuke, spontane, werkende groep. Ik zou zeggen, tot daar. Doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten alweer op. Ik had lekker soepie, zoals ik al had gezegd. Ja. Het lijkt nou enkel maar bouillon, want die is echt wel soep hoor, ja. En ik heb visite gehad van mijn achterbuurvrouwtje. Keurig netjes afstand bewaard. En nou ben ik met wat bezig voor de zorg. En ik het die aan en dan ga ik voor het eerst zien te branden. Ja, elektrisch nog wel. Ja, heb ik nog nooit eerder gedaan. Omdat, dat was vroeger niet op school, deed op een andere manier branden. Ja, en nou gebruik ik dus een apparaatje dat eigenlijk van mijn mannetje was. Ik heb dat nog nooit niet ter hand gehad en dan gaan we dat eens even proberen. En dan laat ik het wel zien dat het mij gelukt is, ja of nee. Dit is gewoon ja. En proef, lukt het, is het gelijk goed. Lukt het niet, niet getreurd, dan gaat het gewoon in de vuilnisbak. Maar ik ga het toch proberen. Dus ik laat het jullie zo meteen wel zien of het gelukt is, ja of nee. En kijken of ik een vaste hand heb om het al licht te doen. Daar ik het nog nooit gedaan heb. Dus ja, we gaan het beleven. Lukt het mij, dan laat ik het natuurlijk de volgende keer helemaal zien hoe ik het ga doen. Dat voor nu zou ik zeggen. Tot straks. Laat het nou nog niet zien. Nee, doe het straks wel.